De Board of Antwerp Giants hebben tegen Bergen geen al te beste beurt gemaakt. Het was steeds op achtervolgen aangewezen en kwam op een achterstand waar ze dit seizoen nog niet mee te maken hadden. 18 na 5 minuten, 10-27 na 10 minuten, 20-40 na 15 minuten en met een 33-50 de rust in. Ook in het derde kwartier gaan de Antwerp Giants niet zo goed van start, want de voorsprong wordt nog groter, 42-66 na 25 minuten. Een achterstand die de Antwerpenaren nooit meer te boven komen. In het derde en vierde kwartier doen ze echter wel hun uiterste best en knokken ze zich terug in de wedstrijd. Ze komen terug, maken de aansluiting, maar het verschil was te groot en zo verspelen de Antwerp Giants de bonus die ze in de midweekwedstrijd op Limburg United hadden afgedwongen. De Giants verliezen de wedstrijd met 84-92, maar als ze met dezelfde grinta spelen als het vierde kwartier, dan liggen er misschien nog mogelijkheden, anders is het over en out, denken we dan. Na de wedstrijd werd Roel Moors nog in de bloemen gezet en zo eindigde deze wedstrijd vanmiddag toch nog in schoonheid. Ja, net niet. Je kan ook zeggen dat het een wonder is dat we terug in die wedstrijd kruipen. Ik denk als je een eerste helft speelt met de intensiteit en de agressiviteit die wij aan de dag hebben gelegd, dat het inderdaad een wonder is dat we van net niet mogen spreken. Ja, onmiddellijk. Ja. 15, 20 punten achter. De rust in, ja. Dat wordt het wel moeilijk. Hè. Wat vertelt dan een coach in de kleedkamer om jullie terug op te peppen? Ja, ik denk dat er op dat moment niet veel is dat je kan zeggen. Ik denk even een wake-up call, jongens op hun plichten wijzen. We hebben dat tweede helft beter gedaan, maar het zou niet mogen dat een ploeg in één wedstrijd zulke twee gelaten toont. Het gebeurt wel meer in basket dat je met runs zit en dat je een goede of een slechte periode hebt. Maar het contrast tussen vandaag de goede en de slechte periode was te groot.